demonstratie voor het behoud van kraken. Er is net een wet doorheen gegaan die kraken verbiedt. En nou ja, dat vinden wij niet leuk. Waarom? Nou, het is een principe kwestie. Het zijn drie partijen die vinden dat je met je handen van andermans spullen moet afblijven. En dat zijn mensen die pandjeseigenaren zijn en dat soort dingetjes. En nou ja, die vinden dus dat wij, die vinden dat eigendomsrecht boven woonrecht gaat. Ik denk dat kraken altijd blijft bestaan, omdat over de hele wereld wordt gekraakt. In Brazilië wordt gekraakt, in Afrika wordt gekraakt, overal wordt gekraakt. Omdat er eenmaal armoede is. Ik denk dat krakers, sommige krakers, die zullen radicaler worden en minder rekening houden met de politie en dat soort dingen, omdat zij vinden dat zij het recht hebben om te wonen. En ik denk dat sommigen het gaan gooien op burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat zij wel mogen, maar ze hebben gewoon het recht op een dak boven hun hoofd. En ja, zij willen daarvoor gaan en mensen helpen om onderdak te krijgen. Nou, weet je wat eigenlijk mooi is? In heel veel grote steden en heel veel, in Nederland zijn heel veel mensen heel erg individualistisch. En krakers helpen elkaar. Tenminste, eigenlijk zijn we gewoon mensen die gebruik maken van het middel kraken. En wij helpen elkaar aan onderdak. Want waar regering en gemeentes falen, pakt de kraker of de burger het op om ons te helpen voor onderdak. En alle mensen, maakt niet uit, weet je wel. Iedereen heeft recht op wonen en een dak boven zijn hoofd. Dus ik denk dat als jij gewoon echt op straat staat, dan heb jij niks anders. En dan ga je gewoon kraken. Ik bedoel, kijk, nu hadden we daar altijd een wet voor, maar mensen die leegstaande panden zien en dakloos zijn, die gaan daar gewoon warmte zoeken en schuilen. Dus in principe kraak je dan al, eigenlijk. Kom op voor je rechten, kom op voor je woonrechten, je mensenrechten, je grondrechten, al je rechten, die moet je gewoon pakken. Ook al geven ze je niet, pakken.